Ja, de wedstrijd begon een beetje gelijk opgaan, denk ik. De meeste balbezit was denk ik voor de Graafschap. Alleen ja, we hadden wel de mogelijkheden om in de omschakeling toe te slaan. En dat, ja, uiteindelijk kom je dan 1-0 achter met een penalty. En ja, gelukkig word je eigenlijk door de Graafschap dan zelf weer in het zadel geholpen. Geven de eerste goal geven ze eigenlijk zo aan ons weg. En ja, tweede moment ja, wordt een bal diep gespeeld en ja, goede loopactie van ons en krijg je een rode kaart. En, ja, dan gaat de vrije trap erin, komt de Graafschap met 10 man te spelen. En dan, ja, dan weet je dat het zo'n wedstrijd ja, lastig wordt voor de Graafschap om nog te winnen. Fouten van de Graafschap gewoon afgestraft? Ja, grotendeels wel. Weet je, en eigenlijk moet je, met name in de tweede helft moet je gewoon verder uitlopen. Weet je, je maakt die 3-1, maar je hebt echt mogelijkheden om, als je het goed uitspeelt, om dan een hele hoge uitslag te spelen. In de slotfase kom jij er dan uiteindelijk nog in? Ja, je hebt eigenlijk 1 echte grote kans gehad. Ja, ja, die bal die ik inderdaad langs de keeper speel. Ja, dan probeer je vanuit de lastige hoek nog binnen te schieten. Maar goed, nou, wat ik zeg, we hadden het eigenlijk wat beter uit moeten spelen. De mogelijkheden waren daar, maar ja, goed, uiteindelijk heb je die 3 punten, dus daar ben ik niet minder blij mee. Heb jij het als achterhoeker eigenlijk naar je zin hier in Limburg? Ja, het is wel even wennen. Nee, maar het is een heel erg leuke club verder. En, ik heb persoonlijk heel erg goed naar mijn zin. Ja, sportief zou ik natuurlijk zelf willen dat ik wat vaker speel. En ja, dat ik iets meer in het veld zou staan. Alleen ja, goed, het valt eromheen en de sfeer is goed. We hebben een leuke ploeg. En ja, zo na de winst pakken we ook nog wel aardige resultaten. Nee, want waarom speel je eigenlijk in het shirt van Fortuna? Want volgens mij had je ook naar de Graafschap gekund. Ja, klopt. Daar ben ik ook mee in gesprek geweest. Maar uiteindelijk ja, was Fortuna iets doortastender. En ja, klopt, het faaltje hier gewoon een heel stuk beter als uiteindelijk in Doetinchem. En, het was op zich wel jammer. Dus ik had op zich ook best wel wat in willen leveren om in Doetinchem te kunnen spelen. Maar ja, goed, weet je, uiteindelijk heb ik voor Fortuna gekozen met mijn volle verstand. En ja, weet je, ook met oog op de lange termijn. Want het is wel een rit, denk ik, vanuit Didam helemaal naar Sittard. Ja, het is een uur en 40 minuten zeker. Dus, maar ik blijf op maandag en vrijdag hier in het hotel slapen. Op woensdag vrij, dus dat breekt de week lekker. Dus het is nog wel goed te doen. In hoeverre volg jij toch ook de Graafschap en die vierde periode voor de Graafschap? Ja, zeker. Weet je, Graafschap blijft toch mijn club. Ik als kleine jongen altijd op de tribune gezeten. Mijn debuut in betaalde voetbal gemaakt en zelf ja, mooie jaren wel meegemaakt. Met de promotie toen ook, ja, waar niemand nog van verwachtte dat zou gaan gebeuren. En ja, weet je, mijn familie, vrienden zijn allemaal Graafschap fans, dus ja, nee, dat volg ik nog wel heel erg goed. Alleen ja, je weet dat er een aantal lastige wedstrijden voor de Graafschap aankwamen, waar het volgens mij moet ze nog Almere uit, Volendam uit. Ja, weet je, dan had je hier vandaag denk ik wel die 3 punten moeten pakken als je echt bovenin mee had willen doen. Maar goed, ja, ik hoop ze het allerbeste. Ja, je hebt op de Vijverberg denk ik wel eens op slechte velden gespeeld, maar ja, in Sittard ligt het er ook niet heel erg lekker bij. Nee, dit veld is echt om te janken, ja. Nee, dat is... Daar word je als voetballer niet vrolijk van. En, ja, goed. Gelukkig zijn ze bezig om voor volgend jaar een mooie hybride mat aan te schaffen. Dus geen kunstgras, maar gewoon een topveld.